Vrienden, jullie weten, ik ben een enorme aanhanger van doorzetten, van niet opgeven, van altijd doorgaan. En we hebben weer zo'n voorbeeld nu gezien. En we zien het nog steeds gebeuren in Barcelona, bij Ronald Koeman. Ja, want kunnen we het ons nog herinneren hoe dat begon? Ronald Koeman die ging weg ineens, hop, met het Nederlands elftal. En die ging naar Barcelona toe. En die komt me daar in een puinhoop terecht. Nou, dat is werkelijk. En jij en ik daarin komen, dan denk je bij jezelf: ho, verkeerde deur en ga weer weg. Dat gevoel. Dat was er toen hij naar Barcelona ging. Want Barcelona had net met 8-2 verloren in de Champions League van Bayern München. En toen werd de trainer ontslagen daar. En Koeman, kom alsjeblieft naar Barcelona toe. Nou, en daar was Ronald dan. En wat die daar aantrof, zeg. Nou ja, hallo. Daar was Messi, om mee te beginnen. Want die wilde absoluut niet meer bij Barcelona blijven. Dat was al één. En twee, er waren enorme financiële problemen bij Barcelona. En nog even wat. De president die hem had aangenomen, die Bartomeu, die moest ook in één keer vertrekken. En de nieuwe voorzitters, die lieten al weten van, nou, ik weet niet of wij Koeman gaan houden als trainer. En die kranten die schreven daar maar over. En intussen verloor Koeman de ene wedstrijd na de ander. En dat ging maar slecht. En dat voetbal zat er niet in. En hij raakte ook nog spelers kwijt met blessures. En Messi die wandelde maar een beetje rond met een chagrijnig hoofd. Nou, in die tegenwind, daar zat Koeman in. En iedereen schreef, Koeman gaat de kerst nooit halen. En Koeman out stond er overal op de social media. En zo ging dat maar door. Dus hoeveel ellende en hoeveel uitzichtloos wil je hebben? En in die periode sprak ik Ronald wel eens. En dan zei ik, god man, hoe is het? Nooit een klacht. Nooit een huilenbalkie. Niet gaan zitten piepen in een hoekie. Nee. Ronald was altijd, hij zei van, jongen, ik heb het naar mijn zin en het gaat me lukken. Punt. Niks meer, niks minder. Hij was positief, nooit negatief. Altijd had hij er zin in om weer aan de slag te gaan. En hij had gewoon een plan in zijn hoofd en hij denkt, dat ga ik zo uitwerken. Punt. Ik ga die Messi weer op de rails krijgen. En ik ga weer zorgen dat het tactisch in orde komt met 5-3-2 en 3-5-2 en noem het allemaal maar op. Hij had dat helemaal in zijn hoofd. En zie, beste vrienden, wat is er nu gebeurd? Het uitzichtloos. En zeg maar, de mist in de wereld van Koeman is opgetrokken, is weg. En daar is de zon voor in de plaats gekomen. Ronald Koeman heeft Barcelona weer aan het voetballen gekregen. Hij stond 13 punten achter op Atletico Madrid. Barcelona kon nooit meer kampioen worden. En zie nu, er staat nog maar één puntje achter. En Messi, die is weer helemaal vrolijk geworden en is gaan voetballen en is weer beslissend voor Barcelona. En er is een nieuwe voorzitter gekomen, Laporta, en die is nu helemaal blij met Koeman. En oh jee, en die moet bijtekenen voor komend seizoen. En de kranten zijn ook weer helemaal omgedraaid, want Koeman is nu ineens weer het grote tactische brein. Nou, kijk, en dat bedoel ik, die les, die moeten jij en ik en wij allemaal, die moeten we leren. Hoe vervelend het ook is in het leven, hoe sterk de tegenwind er ook is, hoe vervelend de situatie voor iedereen van ons allen, altijd verschillend in het leven, want het leven is vaak niet zo leuk, toch doorgaan. Dat is het. Dat is de boodschap die we krijgen uit Barcelona. Ga door. Ga je niet onderdompelen in negativiteit. Blijf positief. En denk bij jezelf, het gaat me lukken. Ik ga het doen. En vooral, vind bij jezelf de innerlijke kracht om terug te knokken. En om te overleven. En om te winnen. Dus, als je dus een beetje aan de negatieve kant in het leven komt,
Doe dan de koeman.